Recentelijk nog enkele maanden terug dat de IBS in Wageningen het project heeft opgestart om dus de situatie al daar te verbeteren. En dus dat wij het al eerder aangegeven hadden als RR, dat lampen worden geplaatst op de hoeken van de straten volgens informatie. Er is ook een stukje uitbreiding geweest. Maar ik ben dus toch wel een beetje optimistisch gestemd en dat het project verder voortgang zal moeten plaatsvinden. Nou, bij deze inderdaad zal het zo zijn dat niet alle straten dus nog verlicht zijn of voorzien zijn van lampen. Omdat er dus een programma in elkaar zit om dus te gaan voor uitbreiding. Echter is het zo dat ik toch wel vind dat de EBS, met name afdeling Wageningen, beter moet gaan letten waar nog precies lampen moet krijgen. Omdat wij als RR ook die onderzoek hebben gedaan in het resort. En wij dan tot de constatering zijn gekomen dat de plaatsen of de plekken waar lampen moeten worden geplaatst nog een groot probleem vormen. Een van ze bijvoorbeeld, de omgeving wat ik voor u hier kan noemen, is bijvoorbeeld de ingang en uitgang van Wageningen, de Matapilaan. U weet, Wageningen heeft maar één ingang en uitgang. En die is al jaren niet voorzien van lampen. Ik heb vaker de directeur van daar aan de lijn gehad, met hem gesproken. En het eerste en beste antwoord wat hij mij kan geven is dat er geen materiaal in voorraad is. Maar ik bedoel, als het ministerie al op de hoogte is en de situatie ook al daar bekend is bij de autoriteiten, dat zij dan toch wel zo snel mogelijk moeite moeten maken om dit probleem te verhelpen. Een ander probleem dat we daar ook zien is dat de hoeken van de straat, de hoofdweg, Oost-West-verbinding, de bruggen, TW, omgeving vliegveld, ook 's avonds donker is. Ik heb het ook al aangegeven, ook die rapportages gedaan, dat daar ook een gevaar vormt voor het verkeer dat komt. U weet, mensen, ook al hoeveel voorlichting je geeft in deze tijd, de politie doet het ook, snelheid, let op je snelheid, et cetera, verkeersborden, noem maar op. Dat er toch dan ergens een ongeluk in een hoekje schuilt en dat er toch iets kan gaan gebeuren. Wij hebben gezegd van de RR, laat EBS dan toch wel een of andere moeite maken om toch te kijken hoe ze dat probleem kunnen gaan verhelpen. En dat ze om de tafel gaan zitten. Alle actoren moeten samenwerken. Ik heb een tijdje een beetje een wrijving gehad ook met de directie vandaar. Omdat wij niet de juiste informatie soms altijd kregen. Het lijkt alsof er een soort kat en muis en spel wordt gespeeld met de RR. Wij hebben gezegd, als wij niet de juiste informaties krijgen ook van de instanties, dan kunnen wij als RR ook niet ons werk vergemakkelijken naar de hogere instanties toe. Omdat wij uiteindelijk dan geconfronteerd raken met de problemen van het volk. Niemand anders. Het volk kent ons, we zijn gekozen door het volk. Het volk weet wie we zijn. En als je op basis van de klachten die je hoort moet gaan doorspelen, dan zal er sowieso ook gewerkt moeten worden aan een structurele oplossing. Begrijpt u? Dus ik heb dan dus toch wel dat dit probleem in het verleden wordt verholpen, omdat die verlichting inderdaad belangrijk is. Binnen hoeveel tijd denkt u dat er een verandering moet komen aan deze situatie? Als het aan mij ligt, richting de autoriteit, dan zou ik nu al zeggen, binnen een maand dat ze dit probleem verhelpen. Omdat ik het al eerder heb gezegd net, het vormt een gevaar, vooral bij de hoeken van de straten, de drukke wegen, de hoofdwegen, zeer belangrijk. Als je de hoofdwegen niet goed verlicht, heb je al een groot probleem.